heel veel mensen blij mee maken. Emmy. Ja. Je ziet er mij uit als een Emmy. Dus ik ga een kus geven. Zie die aan. Maar eens kijken. Een groot paletje voor onze Christmas on Tour. Ons extra paletje eigenlijk. Hè? Want we geven sowieso elke week goederen mee. Ah, ja. Dus maar deze is dus een extraatje. Grote cadeau voor een aantal mensen. Ja. Dit zijn meer producten eigenlijk voor de feestdagen. Zeg. Ja, het is toch iets meer, iets leukers dan hetgeen dat we altijd meegeven. Voilà. Rip. Voedzaam. Op de goede plaats. Het is hier te doen. Ja, 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 welkom. Erik. En ook de juiste mensen. Roel, aangenaam. Welkom, aangenaam. Bedankt om gelegen te doen. Met veel plezier. Dat ligt aan je mij natuurlijk. Vertel mij eens wat meer over wat hier gebeurt. Voedzaam is een voedseldistributiepunt. Wij zamelen voedsel in voor alle voedselverdeelcentra's in het Waasland. Onze werking is in die zin, wij zamelen in en wij verdelen aan diverse partners. Ik ben ook heel blij dat uw partners hier aanwezig zijn, want we gaan de handjes kunnen gebruiken om de camionetten los te lossen. Ja, ja. Dat is een licht. Een lichte dan deze. Die mag er eerst bovenop doen. Voilà. Dat was het. Een mooi paletje, hè. Roel, hartelijk dank. Je gaat daar heel veel mensen blij mee maken. Naar wie dat die goederen van Christmas on Tour bijvoorbeeld gaan? Wij bedelen iedere 14 dagen en ja, dan komen de mensen persoonlijk bij ons pakketten halen. Dus jullie verzamelen eigenlijk alles in kant-en-klare pakketjes, ja, afhankelijk van wat er voorradig is. Ja. Merkt jij ook aan de mensen dat het moeilijker en moeilijker wordt? Ja, want bij ons zijn er het afgelopen jaar toch wel heel wat meer gezinnen bijgekomen. Het is kerstmis voor eet, hè? Voilà. Ja, voilà, einde van de dag. Veel gezien, veel meegemaakt, heel veel bijgeleerd. Je voelt de crisis overal en het wordt meer en meer belangrijk om dit soort initiatieven te steunen. Wordt het moeilijker en moeilijker, dus we gaan elkaar moeten helpen. Meer en meer elkaar moeten helpen en dat is wat Carrefour heel goed doet.